kijkt naar een nieuwe aflevering van Uw Ziekenhuis. In dit programma nemen we een kijkje achter de schermen in het medisch spectrum Twente. In deze uitzending een update van de nieuwbouw door Arthur van der Geest en Niels Slotman. En spreken we Gerard Niemeijer over het aanzetten van de verwarming in het nieuwe ziekenhuis. En op de afdeling spreken we Rita Hoekman over fysiotherapie. Maar eerst het nieuws van deze week. Sinds 2003 staat de maand oktober in het teken van borstkanker. Ook het Medisch Spectrum Twente zet zich in om aandacht te geven voor deze ziekte. Mama Care houdt in de zorg voor de patiënten die in contact zijn gekomen met problemen aan de borsten. De grootste groep heeft geen probleem of een klein probleem dat goedaardig is. Maar er zijn ook een groep waarbij kwaadaardige afwijkingen gevonden worden. En dat noem je dan borstkanker. En wij begeleiden de mensen dan in het traject. Vaak begint dat met een operatie. Gevolgd met bestraling soms, of chemotherapie of hormoontherapie. Constant zijn wij de leidende factor die de begeleiding kunnen geven. De titel van het congres of van het symposium heet Borstkanker en hoe nu verder. Het gaat met name om dat als een patiënt de diagnose borstkanker heeft gekregen en klaar is met alle behandelingen, hoe nu verder om te gaan met alle lichamelijke en sociale klachten die daar verder uit kunnen voortvloeien. Het is belangrijk om die aandacht te geven, omdat wanneer bij een patiënt borstkanker ontdekt wordt, dat er een hele impact heeft op het leven van de patiënt. Als eerste de operatie die zal gaan volgen, vaak moet er ook een amputatie plaatsvinden en heeft toch een verminkende operatie. Daarna komt het hele traject van behandelen. En als het afgelopen is, dan is de patiënt er nog lang niet. Dan volgt er nog een hele periode van herstel. En daar willen we nu aandacht aan schenken, want het heet ook het symposium wat we vanavond gaan geven, borstkanker en hoe nu? Hoe nu verder? Nou, ik mag vanavond iets vertellen over de mogelijkheden die patiënten te bieden zijn vanuit ons vak plastische chirurgie, over hersteloperaties voor de borsten. En we zullen het met name vanavond hebben over hersteloperaties met eigen lichaamsweefsel, dus niet zozeer over hersteloperaties met tissue expander of met siliconen implantaten, maar juist met eigen lichaamsweefsel. Wij als ziekenhuis MST vinden het belangrijk om dit te organiseren, omdat we vinden dat deze patiëntengroep de aandacht nodig heeft. Wij hopen dat we met dit symposium patiënten kunnen helpen en daarom zijn er ook een aantal standhouders van de Borstkankervereniging Nederland, onder andere, om de patiënt te kunnen helpen om zo haar leven weer te kunnen oppakken. Naast goede voorlichting zet het MST zich ook in voor nieuwe ontwikkelingen om onderzoek naar borstkanker te verbeteren. Het MST is samen met de Universiteit Twente en het bedrijf PA Imaging genomineerd voor de Herman Wijfels Innovatieprijs voor hun onderzoek naar pijnloos en beter onderzoek naar borstkanker voor alle vrouwen. Om meer bekendheid te geven aan dit onderzoek werden er onlangs opnames in het ziekenhuis in Oldenzaal gemaakt voor een promotiefilm. We maken een nieuw apparaat voor mammografie. Dat is een verbeterde vorm van mammografie. De huidige vorm van mammografie, daarmee kun je eigenlijk alleen maar vrouwen screenen vanaf 50 jaar en ouder. En dat heeft ermee te maken dat vrouwen van 50 jaar en ouder minder dicht klierweefsel in de borst hebben. Dicht klierweefsel in de borst betekent dat er onvoldoende verschil te maken is met röntgenstraling tussen een tumor en dat dichte klierweefsel. Vandaar dat bevolkingsonderzoek naar borstkanker pas start vanaf 50 jaar en ouder. De huidige techniek is zo dat de borst tussen twee platen komt te liggen. Daar wordt een röntgenopname van vervaardigd en dan kunnen we daar aan de hand daarvan een afbeelding maken op een scherm of op een fotografische plaat. En dan kunnen we daar een beoordeling op doen. Een nieuw stukje techniek is een PAM-onderzoek. Dat is een fotoacoustische mammograaf. Dat houdt in dat er via een laser licht uitgezonden wordt. Dat licht wordt op de borst geprojecteerd, wordt daar geabsorbeerd. Doordat het geabsorbeerd wordt in de borst, verandert de weerstand in het lichaam, in de borst. En dat kunnen we middels echografie opvangen en daar kunnen we dan een afbeelding van maken. Wij zien dat wij heel veel borsttumoren, waarvan we weten dat ze er zijn, dat we die kunnen waarnemen. In meer dan 95% van de gevallen. Zelfs in gevallen waarin dat met röntgen niet zo was. Er zijn vrouwen in wie röntgen niet goed werkt, omdat het borstweefsel te dicht is. En ook in die gevallen konden wij de borsttumor wel waarnemen. Je ligt er comfortabel bij, ik bedoel, je voelt niks, geen pijn.
Dit is natuurlijk een prachtige vinding wanneer je vrouwen jonger dan 50 jaar kan screenen op borstkanker. Zonder dat het screenen zelf ook borstkanker kan veroorzaken, want dat vergeten we wel eens. Maar bij 1 op de 15 tot 1 op de 30.000 vrouwen veroorzaakt het screenen met röntgenstraling zelf een tumor. Dat heeft deze methode geen last van en we kunnen de screening dus veel jonger starten. Nou, dan kan je dus bij vrouwen, bij jonge vrouwen kan je dus een tumor ontdekken. En hoe eerder je het ontdekt, hoe beter je de behandeling kan inzetten. En hoe de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Je kan er zelfs levens mee gaan redden als je op tijd screent. Dat zou voor al die dames die nog moeten, zou het echt prettig zijn. Op dit moment hebben we 60 patiënten onderzocht die alle 60 een borsttumor hadden. Die hebben we alle 60 kunnen ontdekken. Het is zelfs zo dat we tumoren gevonden hebben die we middels mammografie, dus de huidige methode, niet konden vinden. Tot zover het nieuws van deze week. We gaan naar de bouw voor een update van Niels Slotman en Arthur van der Geest over het verwarmen van het nieuwe ziekenhuis. En we zijn hier ook gestart met de afbouw. Je kunt het niet zien op het beeld, maar als je wilt starten met de fijne afbouw, moeten de klimatologische omstandigheden ook al van goed niveau zijn. Het moet al minimaal een bepaalde temperatuur hebben. De luchtvochtigheid mag niet te hoog zijn. Dat doe je door middel van al een beperkte mate van warmte in dit gebouw te brengen. We staan hier in de kelder en 2 weken geleden heeft Al Buitelaar deze hendel overgehaald om de bouwwarmte te laten gaan naar de nieuwbouw om de vloeren op te warmen. Jullie kunnen het niet voelen, maar deze buis is lekker warm. Ik weet niet exact wat voor graden, maar ik denk zo'n 60, 70 graden. En dat verdeelt zich dan helemaal over de beton, kern, leidingen. En dan wordt het gebouw warm. Lekker. De bouwwarmte is nu aangesloten. Dat wil zeggen dat we zijn nu begonnen, de bouwers, met de fijne afbouw. Dus alle wanden plaatsen, de plafonds, de vloeren afwerken. En daarna gewoon het complete inrichten. En daarvoor heb je een temperatuur van minimaal 12 graden nodig om al de materialen goed te kunnen verwerken. En die wordt nu geleverd via de bouwwarmte. En die komt uit het ketelhuis van het MST. Daar is een nieuwe ketel geplaatst die straks een functie gaat vervullen in het totaal van het verwarmingssysteem van het gebouwencomplex. En die nu al wordt gebruikt om de bouwwarmte te leveren. We hebben bewust dit moment gekozen, omdat we nu in de fase staan dat wij gaan de fijne afbouw gaan doen. Dus je moet je voorstellen dat het gebouw is nu nog leeg. Er moet nog ingericht worden met wanden. En die wanden die moeten onder zodanige conditie gemaakt worden dat het droog is en niet vochtig is. Eigenlijk is hetzelfde als een nieuwbouwhuis. Voordat je een vloer legt en voordat je het tapijt gaat leggen en gaat behangen, moet het droog zijn en niet al te vochtig zijn. En dat is eigenlijk wat wij nu in een groot ziekenhuis ook aan het doen zijn. We bevinden ons hier in een van de vele schachten in het ziekenhuis. Deze schachten zijn de distributie van de techniek, waaronder de grote pijpleidingen die helemaal vanuit de kelder door het hele gebouw gaan en de warmte in de vloeren brengt. De zogenaamde betonkernactivering die wij in de eerdere afleveringen reeds gezien hebben. Voor ons is het wel heel speciaal, omdat wij eigenlijk gewend zijn om deze installaties pas vlak voor oplevering te gaan in bedrijf stellen. Maar dan is het ergens in augustus 2015. En nu doen we het helemaal aan het begin, zodat de installaties nu al, dus de verwarming, kan nu al gaan draaien. En dat scheelt heel veel extra kosten aan noodverwarming en dat soort zaken. We hebben gezien dat de bouwwarmte, de koppeling aangegaan is. En dat hier dus nu we hebben het in het verleden gehad over de betonkernactivering. Daar wordt nu langzaamaan, de vloeistof in die buizen wordt warm, de vloer wordt warm. Zodanig dat hier een aangenaam klimaat is om te werken. En ook de materialen geplaatst kunnen worden onder de juiste klimatologische omstandigheden. Hier in dit gebied is dus voldoende bouwwarmte aanwezig. De gevels zijn afgeschermd, de tochtgaten zijn dicht. Hier kan goed gewerkt worden. Volgende week een nieuwe bouwupdate van Niels en Arthur. We gaan de afdeling weer op en zijn bij de fysiotherapie. Rita Hoekman laat ons behandelmethoden zien voor revalidatiepatiënten. Fysiotherapeuten zijn zowel klinisch als polyklinisch actief om patiënten te begeleiden in het herstel van het bewegend functioneren.
Bij de klinische fysiotherapie heb je natuurlijk als core business, het hart van onze therapie is hier de zorg rondom de klinische patiënt. In de kliniek werken met de mensen rondom een opname, meestal is dat ook rondom een operatie. Maar wij doen meer, wij doen ook een stukje pre-klinische fysiotherapie. Dat wil zeggen mensen die een operatie moeten ondergaan, die worden van tevoren even gescreend. En dan kijken we van hoe is het met hun conditie, hoe is het met hun ademspierkracht. Gaan ze goed de operatie in of moeten we ze, als dat nog kan, misschien nog een beetje trainen voor die tijd. Wij werken met onze therapeuten en dat zijn er zo'n 40. Die werken niet allemaal fulltime, maar ook deels parttime. We zijn ingedeeld in teams en die teams die hebben allemaal hun vaste werkgebied. Die zijn dus langzaam maar zeker steeds specialistischer geworden. En ieder doet op zijn afdeling, zeg maar, de fysiotherapie die daar voor dat specialisme nodig is. Je gaat op een gegeven moment beginnen met je programma, maakt niet uit, fietsen of wat ook. Nou, en dan vraag je op een gegeven moment of het zwaar is geweest of niet zwaar. En daar ga je dus de cijfers naar bepalen zelf. Hoe je je dan op dat moment voelt. Want als mensen geopereerd zijn, dat is toch een hele ingrijpende gebeurtenis in de meeste gevallen. Mensen hebben bewegingsangst. Er is vaak ook iets met het bewegingsapparaat gebeurd. Waardoor ze niet makkelijk uit bed kunnen komen, ze durven het niet. En op dat moment springt de fysiotherapeut er heel snel op in. Om ze toch een stukje over die angst heen te helpen. En om ze te leren hoe ze het beste na hun operatie weer de draad op kunnen pakken. De begeleiding is ook gewoon geweldig, daar ben ik heel eerlijk in. Bij de fysiotherapie zijn ze constant bezig om patiënten beter te behandelen. Zo hebben ze voor schouderpatiënten een speciaal spreekuur ingericht voor een betere en snellere diagnostiek, begeleiding en behandeling. Ja, specialisatie geeft dat je een betere diagnostiek hebt. Je diagnostiek heb je nodig om toch een of een fysiotherapeutische werkdiagnose of een medische diagnose te hebben. Zodat je gericht een oefentherapie aanpak of een niet-fysiotherapeutische aanpak kan aanbevelen. Mensen met een schouderprobleem die hebben vaak niet alleen een probleem waarbij wij als orthopedisch chirurg iets daaraan kunnen doen. Maar de samenspel met de fysiotherapeut is daar heel erg belangrijk in. Soms is opereren het beste, soms is fysiotherapie het beste. En eigenlijk door ons samenspel beslissen we wat we gaan doen. We hebben het schoudernetwerk opgericht, het schoudernetwerk Twente, zodat we ook een eerste lijns vertegenwoordiging hadden van fysiotherapeuten waar we goed onze patiënten kwijt konden. Dat heeft uiteindelijk geleid dus tot het schoudernetwerk Twente en de polyklinieken van het MST, orthopedie, spreekuur en van het spreekuur in Hengelo. Daar komen dan de patiënten vandaan. De orthopeden hebben dan ook een makkelijker verwijspatroon en kunnen ook met gerust hart patiënten doorverwijzen naar het schoudernetwerk. Patiënten zijn vaak heel tevreden als zij van het schouderspreker wegkomen, omdat ze gelijk weten waar ze aan toe zijn. Want meestal is het zo als ik ze zie alleen, ik zie natuurlijk ook nog wel schouderpatiënten zonder de fysiotherapeut, dan moet ik nog weer eerst een echo aanvragen, ik moet nog een foto aanvragen. Als ik het nodig vind, laat ik ook de fysiotherapeuten nog een keer naar kijken. En ja goed, dat hebben ze dan niet en nu hebben ze één gericht plan. Ons hoofddoel is eigenlijk om de mensen weer zo snel mogelijk zelfstandig in beweging te krijgen. En eigenlijk zo ver in beweging dat ze het ook weer zelfstandig zichzelf kunnen redden. En het bewegingsapparaat, ja, het wordt een beetje gesplitst. We hebben bijvoorbeeld in de polyklinische fysiotherapie de mogelijkheid om mensen met schouderproblematiek deskundig te behandelen. Daar zijn specialisten voor. Er zijn specialisten voor om mensen met neurologische problemen te behandelen, met hartproblemen. De handentherapie, daar is al eens een keer een stukje over geweest. En zo is binnen de fysiotherapie heel veel mogelijk om aan het bewegingsapparaat een bijdrage te leveren tot een optimale gedrag. Wat je ziet in het ziekenhuis, toen ik in het begin in het ziekenhuis werkte, werden patiënten lagen hier weken. Nu zie je dat patiënten in 4 tot 5 dagen na een grote operatie naar huis gaan. Dat vraagt van fysiotherapeuten een wat andere, veel meer instructieve en een zelfredzaamheid van patiënten. En daar spelen wij natuurlijk op in. En vooral dat preklinische gebeuren, dat zal in de toekomst nog steeds meer uitgebouwd gaan worden. Want
Hoe beter een patiënt de operatie ingaat, hoe beter die voorgelicht is, hoe beter die getraind is, hoe groter de kans is dat hij er ook goed doorheen komt en dat hij snel het ziekenhuis weer kan verlaten. Volgende week een nieuwe uitzending van Uw Ziekenhuis. Dan zien we de centrale sterilisatieafdeling. Op de sterilisatieafdeling worden alle instrumenten die gebruikt worden tijdens operaties gesteriliseerd. Verder brengen we een nieuwe bouwupdate van Niels en Arthur. Wilt u meer weten over het MST of reageren? Kijk dan op de website unieuwziekenhuis.nl en volg het MST op Twitter en Facebook. Alle uitzendingen van Uw Ziekenhuis zijn hier ook terug te zien. Tot volgende week!